De opgedoken goudschat vormt het topstuk van de tentoonstelling Ons Echte Goud in het Belasting- en Douanemuseum. Alleen de vondst is een nepschat. Nou, als je het in je hand neemt, dan is het best licht, echt goud. Of tenminste massief goud, dat is veel zwaarder. En de geslachtskenmerken die zijn ook heel overdreven. De conservator van het Wereldmuseum die zei meteen, oh ja, dat is voor de toeristenmarkt. Zo. Met die grote geslachtsdelen. Dat was vroeger niet. Zo. De drugsvangst met gouden Colombiaanse figuurtjes in de Rotterdamse haven leest als een spannend jongensboek. Nou ja, dat duikteam van de douane, die hebben natuurlijk die cocaïne opgedoken. Die gingen dat uitpakken en toen zagen ze dit. En het heeft ook, denk ik, door het zeewater of misschien door een bepaalde bewerking van de vervalser, heeft het ook wel zo'n patina alsof het echt een beetje oud is. Maar ja, we zijn allemaal in het ootje genomen, inclusief de smokkelaars. Maar ja, het is natuurlijk een grote vraag waarom dat bij die cocaïnevondst zat. Hè? Of dat de drugsdealers ook misschien zijn belazerd. Of dat degene die het erbij heeft gestopt ook dacht van nou, ik doe er een mooie antieke vondst bij. Helaas is dit een jongensboek zonder einde. Want de smokkelaars zijn nog altijd spoorloos. Dus de smokkelaars kunnen hun beeldjes komen bekijken? Dat kan. Dat is wel een interessante gedachte. Maar ja, ze kunnen er nu niet meer aankomen. Dus, nee, want ze zijn nu in onze collectie, een achterglas. En zwaar bewaakt. Zwaar bewaakt, ja.